Only MMA legend herself, Marloes Koenen, with the analytics. En jongens, als we even, mag ik het even zeggen? Ja. Dit is toch prachtig, man. Je denkt bij jezelf, valt er wat op? Ja, mijn snor is weg. En we hebben een nieuwe studio. Ik heb vanochtend een beetje een foutje gemaakt, jongens. Maar wat een prachtige omgeving dit, hè? Ja, de studio staat je goed en ook dat de snor weg is, staat je ook goed. Dankjewel, Marloes. Maar ik zelf moet nog een beetje aan wennen, maar het voelt wel fully galactic. Het voelt Las Vegas op de achtergrond. We staan in een soort van kooi. Nou, kom maar door. Dit is echt next level. We zitten in een soort van matrix, terwijl ze naar ons aan het kijken zijn. Maar genoeg geld op onszelf. laten we even hebben over vanavond. Want het wordt natuurlijk weer top. Ja, de main event van vandaag. Twee toppers, twee beukers. Willen allebei voor de win gaan. Wat verwacht je van deze partij? Nou, dit gaat niet naar de grond, verwacht ik. Hè. We hebben hier echt twee staande vechters, wat je al aangaf. Volkov net verloren natuurlijk van Tom Espinel. We waren erbij in Engeland. Brak Mart wel een beetje. Ja. En je ziet een Rozenstruik die ook natuurlijk terug moet komen. En je weet gewoon bij Rozenstruik, het kan, als hij 5 keer 5 minuten moet vechten, dan kan hij in 24 minuten 55 iemand er nog steeds uitslaan. Mm. Kijk maar naar Alice Roverim. Ja, maar denk je dat het ook, gaat hij het zo ver willen laten brengen, denk je vandaag? Nou, het is wel een, Rozenstruik is wel iemand die heel erg op de counter vecht. Hij kan heel erg rustig voor iemand blijven staan en dan zoeken. En dan in één keer met die ontzettende explosieve kracht van hem iemand eruit halen. Ja. Dus dat is wel een beetje zijn stijl. Dat passen vechters niet snel aan. Hij is zich wel aan het ontwikkelen. Dus takedown defense wordt steeds beter. Ik verwacht niet dat hij heel erg snel een takedown gaat maken. Maar misschien gaat hij het juist daarom wel doen, omdat we het niet meer van hem verwachten. Dus ja, op papier zit een partij van twee staande vechters. Al hebben we natuurlijk met Volkov wel, hè, die is ook gewoon getraind in sambo, is M1-kampioen, was de Bellator-kampioen. Daar heeft hij een toernooi voor moeten vechten. Dus hij is wel wat meer allround dan Biggie Boy. Juist. Nou ja, sinds 2019 zijn debuut is er niemand binnen de UFC die zoveel chaos heeft gehad als Biggie Boy himself. Dus als hij de octagon ingaat, dan kan je er beter voor zitten. Ja, we hopen natuurlijk op een mooie knockout van Rozenstruik. Dat zou hartstikke top zijn, ook voor hemzelf. We gaan even kijken naar de stats van wat hij allemaal hiervoor heeft gedaan. Rozenstruik natuurlijk voormalig kickbokser. Meeste KO's in de UFC sinds 2019. En ja, 92% finish ratio, 0 submissions. Dat zegt ook wel een klein beetje wat voor vechter het is, toch Marloes? Ja, ik denk niet dat hier een dikke Coco Plata uit gaat gooien op de grond. Dus nee, het is een staande vechter. We zien al wel een beetje verschil met toen die UFC inkwam en nu. En ik ben heel erg benieuwd wat hij vanavond laat zien tegen een lange staande vechter als Volkov. Nou, nu over zijn tegenstander natuurlijk Volkov. De boomlange Volkov die al een hele lange tijd de top 10 aan het... ik wil niet zeggen doneren, maar hij is er in de top 10. Al heel vecht dat ons Nederland zeg maar toch een beetje invloed heeft op al die vechters. Dat vind ik altijd wel heel tof om te zien. We gaan even kijken ook naar de stats van Volkov. Ja, natuurlijk voormalig Bellator en M1-kampioen. Overwinning op onder andere Overeem en Stefan Struve. En een 76% finish ratio, 22 knockouts, 3 submissions. Dat is wel 3 submissions meer dan Jorginho. Ja. Dus wie weet. We hebben 0% tegenover 9%. Ja. Nou ja, 22 KO's, het is echt petje af. En het is een lange vecht en wat Sam hem goed heeft, verwachten we. Dus dat is veel minder gevaarlijk dan wanneer je gaat boksen. Rozenstruik daarentegen moet je juist die afstand gaan overbruggen. En wat je zag in zijn partij tegen Gaan, is dat Rozenstruik, Gaan ging heel lichtvoetig bewegen. En daar had Rozenstruik eigenlijk geen antwoord op. Ja. Dus hij heeft moeite met vechters die bewegen. 2-3 partijen nu gaan winnen. Nou, we hebben het al eerder beroemd natuurlijk. De laatste tegenstander van Volkov was Tom Espinel. Dat hebben wij live in Londen gezien. En Tom Espinel die heeft ook eventjes zijn mening gegeven over de partij van vanavond. En er eventjes tussenuit. Zometeen nog meer preview show bij UFC. En check jullie allemaal zometeen na de reclame.